We zijn hier te gast bij het Aartsbisschoppelijk Paleis te Utrecht. Het gebouw kent zijn oorsprong uit 1868 en is ontworpen door Nicolaas Johannes Kamperdijk. In 1898 tot 1902 heeft er een verbouwing plaatsgevonden tot Aartsbisschoppelijk Paleis. En is het gebouw uitgebreid met een neogotische kapel, ontworpen door architect Van Schaik. Nou, hier zijn we in een van de stijlkamers aan de voorzijde van het gebouw. We hebben hier een unieke vondst gedaan. Achter de wandbespanning troffen we een papierbehang aan uit 1868. Deze is volledig gerestaureerd. Daarnaast hebben we hier lijnolietechnieken toegepast, marmerimitatie, vergultechnieken en retoucheerwerk. De kapel hebben we droog gereinigd middels roetsponsen. Vervolgens ontstoord en geretoucheerd. Verder hebben we in de kapel de lambrisering, de banken en de vloer bijgekleurd en in de was gezet. We staan hier in de salon. Daar hebben we dekkend schilderwerk met lijnolie geschilderd. We hebben een wandbespanning aangebracht. En na kleurhistorisch onderzoek hebben we een complete reconstructie van het plafond gedaan. Waarbij we tamponeerwerk, schabloneerwerk, plafondschildering en polygromeerwerk hebben toegepast. In deze stijlkamer is na uitvoerig bouwhistorisch onderzoek en kleurhistorisch onderzoek gekozen om terug te gaan naar de periode van rond 1900. De vakverdeling in de wandbespanning is aangebracht, de wandbespanning zelf is aangebracht en er is een reconstructie van de houtimitatie gemaakt. Dit project verdient de Nationale Schildersvakprijs omdat het een top 100 interieur van Nederland betreft. Een team van onze vakspecialisten heeft op hoog niveau en vol passie tal van ambachtelijke schilderstechnieken toegepast. En daarbij hebben ze een bijdrage geleverd aan het behoud van ons cultuurhistorisch erfgoed. Ik zeg dan ook vol trots, schilder is een ambacht.